Yo, pieps, hier zijn we weer. Terug van weg geweest. Heb je al zin in je onzin? Nou, ik heb wel in elk geval. Ja, mensen, het is 50 jaar dat we bestonden 5 jaar. En daarom doen we iets uit de oude doos. Weten jullie hoe dit een hond van Maurice ziet? Ik wel. Hier is Roland. Eeuw, opa Frans. Ja, ik was enige tijd geleden weggelopen. En Maurice die had mij gevonden. Toen had hij het idee of ik niet de opinie wilde peilen voor Wat Nou TV. Dus dat ga ik de komende tijd maar doen. Altijd beter dan olie peilen. Maar ik ben wel voor de Partij van de Dieren. Ja,
En omdat het toch feest is, hebben wij ook een lullig tv-spelletje. Raad waar die rijdt. Raad waar die rijdt. Weet jij waar deze fietser zich bevindt? Stuur dan een sms voor het einde van dit programma en win een geheel verzorgde fietstocht met koffie en gebak. En waar? Nou, dat vertellen we dus niet. Ja mensen, en ik word al dikwijls gebeld dat ze een goede idee hebben, maar daar moet ik bedenken niet mee. Hier is Streng en Dree. Ja, Streng en Dree van CTST. En voor het volgende willen wij jouw idee. En die vind ik dan wel of niet oké. Want nooit geschoten is altijd mis. Ik zeg, kom maar op met je ideeën. Oh, dat gaat wel heel snel. Even voorlezen hoor. Geachte heer Dree. Hierbij stuur ik u een concept voor een nieuw tv-programma getiteld Blik op de Pech. Om u te enthousiasmeren, dan ook deze trailer. Blik op de Pech? Nou, die gooi ik weg. Ja, daar moet nog een nieuwe ster, maar volgens men is de vallende ster. Hier is Pater Pedo. Goeiedag, beminde jongens en meisjes. Ik ben Pater Pedophilius, of Pater Pedo voor intimie. Hé jongens? De laatste tijd komt de katholieke kerk nogal negatief in het nieuws door ons heilige misbruik. Maar mag ik daar even iets over vertellen? Is het niet zo dat Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen. Er is ruimte genoeg onder mijn jurk. En de misdienaartjes zijn er toch om mij te dienen? En bij de jongens van het koor ga ik altijd voor het zingen de kerk uit. Oh, rustig maar. Ze worden hier een beetje onrustig, dus ik ga afsluiten. Tot de volgende week en aanbid mijn kruis. Ja, mensen, dit was het weer. En vond het niks dat net de pech had. Later.